Welkom bij 7VHillers TV. 2020, het was een lastig jaar, het jaar van corona. Het jaar dat het voer werd stilgelegd, het jaar van lege velden, het jaar van lege kantines. Timo, het was een zwaar jaar. Hoe heb jij het jaar beleefd? Ja, toch inderdaad, nou ja, zwaar, dat is denk ik wel de juiste titel voor het jaar. Het was natuurlijk een zwaar jaar, omdat je elkaar niet kon zien, tenminste nauwelijks. Dat moet wel zeggen dat in de eerste maanden hebben we natuurlijk elkaar wel gezien. En misschien nog leuk om dat even aan jou te vragen, hoe heb jij dat beleefd? Want de nieuwjaarsreceptie was natuurlijk voor jou feestelijk, want je werd gehuldigd. Ja, het jaar begon hartstikke mooi. Samen met Mark Baas waren wij allebei 25 jaar lid. Ja, vroeger werd je gehuldigd op de ledenvergadering. Ja, sinds dit jaar was, volgens mij wel. Op de nieuwjaarsreceptie is het toch gezelliger, is feestelijker. Ja, nieuwjaarsreceptie of een ledenvergadering is toch altijd wat statischer. Je luistert naar het verhaal van de voorzitter en dat is het. En een nieuwjaarsreceptie is gezelliger, er zit meer sfeer in. En was hartstikke mooi. Dat was ook een feestelijke aftrap van het jaar. Goed, we hebben daarna nog een dattoernooi gehad, waar we ook waren met Achilles TV. Dat was eigenlijk weer een beetje de start van Achilles TV, hè? Want we wilden weer opnieuw beginnen en weer filmpjes maken en weer dichter naar de leden en mensen laten zien hoe mooi onze vereniging eigenlijk is. Toen werd het maart en toen waren de berichten al van de corona was er en hoe snel zou het hier zijn. Uiteindelijk werd de competitie stilgelegd en dan gebeurt er niks meer. Nee. Ja, kijk, je wil sporten, je wil mensen ontmoeten, je wil samen zijn, je wil een potje voetballen en daarna wil je aan het schap zitten, een paar biertjes drinken of wat anders. En dat mis je vooral. En dat is jammer. En gelukkig inderdaad hoor je van de Gillis nog een aantal dingen met wat acties. Met de shirts was een mooi idee. Ik heb wat prachtige mooie droombeelden gezien. Mm-hmm. Op een gegeven moment kon er ook weer getraind worden, maar dan op 1,5 meter afstand. Dat was ook heel raar. Ja, dat zag ik inderdaad. Ik zag een heel leuk filmpje van de dames voorbij komen. Ja, die daar ook goed invulling aan vulden. En met andere teams die dat goed deden. Maar dat mag dan nog. Alleen je kunt daar niet je partijvorm doen. Eigenlijk het mooiste, het leukste onderdeel van de training, hè? De eindvorm. Dat kan niet meer. Dat is dat was heel veel. Maar het was wel weer een uitkomst dat je weer iets kon doen. Ja. Hè, op 1,5 meter dan. En soms in groepjes van 4 en nu weer in groepjes van 2. Ja. Ja, daar kun je nog iets. Ja. Het was een lastig jaar. En daar kwam ook nog overeen dat toen ik het verschrikkelijke nieuws bereikte dat het huis van Bert en Gerry Banneveld volledig afbrandde. Het was afschuwelijk. Ik weet nog dat was volgens mij de dag voor het interview met Han Deurzeman. Klopt, ja. Die hebben we toen geïnterviewd en we waren s'avonds daar. En jij vertelt het inderdaad. En ik merk dat nu nog steeds. De kippenvel komt op je arm. Dat je gewoon, je ziet weer die beelden voor je. En je weet hoe intens verdrietig die mensen zijn geweest. Die natuurlijk altijd heel leven hard hebben gewerkt. Waren toe aan pensioen. Of waren met pensioen. Mm-hmm. Ja goed, en dan gebeurt er dit en goed. Dus iets waar je natuurlijk niemand gunt zoiets. Nee. Gelukkig volgens mij waren er heel veel hartverwarmende acties en veel mensen die voor hun klaar stonden. Ach goed, dat maakte het jaar nog wel veel zwarter, ook vooral voor hun dan het eigenlijk al was. Ja. Dus, en op een gegeven moment kon er ook weer gevoetbald worden in de zomer. Dan denk je van het gaat allemaal weer beginnen. Ja, in de zomer ging alles weer een beetje los. Hè, want wij zijn zelf nog op vakantie geweest aan Limburg. En we zouden eens naar Frankrijk gaan. Ja, uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. En toen naar Limburg. En het mocht weer. En het was gezellig. En we lagen met z'n allen op het strand. En je moest natuurlijk wel een bepaalde afstand houden. En handen desinfecteren en kapot wassen en dat soort dingen. Maar er werd weer gevoetbald. De competitie werd weer opgestart. Ja. Dus iedereen had nog een redelijke voorbereiding gedraaid. Wel relatief kort, maar het was te doen. Mm-hmm. Tot aan oktober. Ja, oktober denk ik. En toen, oktober, ja. Ja. Er waren in september nog wel wedstrijden gespeeld. Ja. Achilles 1 was zelfs voor het eerst in het jaar door in de beker. Oh ja, dat klopt. Ja. Wat ook fijn was dat je als jaarafsluiting, dat we toch nog konden afsluiten met een presentatiegids. Dat je toch nog in verbinding blijft met de leden. Ja, ik kreeg de gids vorige week. Echt mijn complimenten. Prachtige gids.
ontzettend mooie verhalen. En ook voor iedereen aan aanraden om het te lezen. Hè, natuurlijk met de anderhalve meter foto's van iedereen. En de fantastische verhalen die er allemaal in stonden over Julian en Tom van Engel met zijn uitschuifbeen. En ja, een heel mooi gids om te lezen. En ja, het was een raar jaar, een bijzonder jaar, een bewogen jaar. We hopen natuurlijk volgend jaar dat het vaccin gaat doen wat iedereen ervan verwacht. En dat we uiteindelijk weer samen kunnen gaan sporten. Ja. Via deze weg wil ik iedereen toch fijne feestdagen wensen. Fijne kerstdagen, fijne feestdagen, een fijne veilige jaarwisseling. Helaas zonder vuurwerk, zonder het kabitschieten bij je Achilles. En vooral een heel mooi nieuw jaar, denk ik. Ja, een heel nieuw jaar en een sportief nieuw jaar. En een jaar waar we weer gezellig met z'n allen kunnen voetballen, kunnen darten, bier kunnen drinken en dat weer gezellig is. Ja. Fijne jaarwisseling, fijne feestdagen. En we hopen jullie volgend jaar weer te zien bij CV Achilles TV. Hallo allemaal, Vincent hier. Zoals jullie weten, 2020 is geen jaar geweest. Helaas zijn er heel veel dingen gebeurd vanwege dat rotvirus. Ook is bij Achilles heel veel dingen op slot gegaan. Nou, ik zit helaas in de tweede lockdown, maar ik gelukkig niet. Maar wat ik wel kan wensen is, ik wens iedereen bij Achilles, of eigenlijk bij iedereen, een hele fijne kerst. En een heel mooi 2021. Dank, veel plezier. En hopen dat 2021 een mooi jaar gaat worden. Dankjewel. Hey allemaal. Vanuit huis te besturen wensen wij jullie fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar. Doei. Wij wensen jullie gezegende kerstdagen en een gezegend 2021 met veel voetbalplezier. Doei. Doei. Tot straks op het veld. Hallo iedereen van Achilles. Wat een jaar hebben we gehad. Geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen foto's en geen activiteiten in de kantine. Ondanks dit alles wensen we jullie hele fijne feestdagen en een heel gezond en sportief 2021 toe. Tot snel! Wij wensen iedereen hele fijne, gezellige kerstdagen. En voor 2021 sportief en gelukkig.